De Keuster & Co. uit Lommel bestaat intussen 35 jaar en viert dat jubileum met 4 gloednieuwe Scania's, waaronder 3 Scania XT's. 3 ervan zijn voorzien van een gespecialiseerde kraan en 1 XT-trekker voor uitzonderlijk vervoer. De Keuster focust zich hoofdzakelijk op het transport, de verhuur en de verkoop van bouwkranen. De strategie die dat we bepaald hebben hiervoor is om het voertuigenpark uit te breiden en te versterken met nieuwere voertuigen die meer geschikt zijn voor ons werk dat we vandaag de dag doen. Verder hopen wij natuurlijk ook dat we daarmee zuiniger kunnen omspringen natuurlijk. En verder hopen we natuurlijk dat de voertuigen nu ook weer beter geschikt zijn, technisch geschikt zijn voor het werk dat we moeten uitvoeren, want dat verandert ook dagelijks. Deze rondom luchtgeveerde Scania G500 8x4 trekker is omwille van zijn opbouw uniek in België. De Kopma 1150 laadkraan behoort tot de zwaarste reeks binnen het gamma. Dat loopt van 3 tot 350 ton. Dit huzarenstukje werd tot stand gebracht door de Keuster, opbouwer Jan Nooyens en Scania Buga. Bij Scania zijn wij heel blij dat we de Keuster onder onze klanten mogen rekenen. Dit is ook een uitgelezen gelegenheid om onze breed gamma in bouwvoertuigen te onderstrepen. Wat betreft bouwvoertuigen, die labelen wij met het merk XT, Extra Tough. Nu, wat deze voertuigen uniek maakt, zijn 3 puntjes. Het eerste punt is dat wij met grote tonnages eigenlijk op een compact chassis te werk kunnen gaan en dus eigenlijk heel wendbare bouwvoertuigen kunnen inzetten. Een tweede punt is dat de voertuigen een heel hoge bodemvrijheid hebben en verstevigen de bumpers. En last but not least, al deze chassis zijn af fabriek voorzien van een plug-and-play systeem waar je eigenlijk eender welke opbouw vlot kan integreren. De speciale XT-opbouw is het voorbeeld van de flexibiliteit van het bekende modulaire systeem van Scania. De wagens worden specifiek op maat van de klant afgeleverd. Een van die vaste partners is Jan Nooyens uit Kasterlee, gespecialiseerd in de opbouw van vrachtwagens. Nooyens zorgde behalve voor de unieke Kopma 1150 kraan ook voor de opbouw van de 2 G450 XT 6x6 vrachtwagens met Kopma 360/6 opbouw. Alle kranen van de Keuster zijn uitgerust met een geïntegreerde kraanbasis. Dat is een basis die op maat gemaakt wordt afhankelijk van het chassis dat eronder komt en loopt volledig door over de volledige chassislengte. Dat maakt eigenlijk dat de kraan extra sterk gemonteerd wordt en geeft een zeer stabiele kraanwerking. De rest van de opbouw is volledig op maat gemaakt. Kijk maar naar de laadplateau, die is vervaardigd uit aluminium klikpanelen en de zijkant van het chassis werd opgevuld met gereedschapskoffers op maat. Het chassis van de 8x4 vrachtwagen werd onder de cabine versterkt om de steunpoten voor de cabine te kunnen monteren. Deze zijn nuttig om ook voor de cabine een werkingszone voor de laadkraan te creëren. Een unieke opbouw voor een vooruitstrevend bedrijf. De Keuster is al vaker voorloper geweest en wil die trend nu verder doortrekken. De samenwerking is heel goed verlopen tussen Scania, Nooyens en onszelf. We zijn op zoek gegaan naar een bouwvoertuig dat toch al wat prestaties neergezet had. Vandaag de dag heeft Scania daar een topvoertuig in, moet ik zeggen, met de XT. Verder heeft Nooyens ons een heel goed laadkraan kunnen leveren om te zorgen dat wij de nodige prestaties hebben. En uiteraard krijgen wij het comfort voor onze chauffeurs er gratis bovenop. En zo gaat het 35-jarig jubileum niet onopgemerkt voorbij.